Ik weeg nooit iets af, behalve het meel. En voor de rest is alles gewoon natte vingerwerk. Dus ik doe maar wat. In de Hollandse keuken kook je met je nechomme. Met je ziel. Stoofperen. De Gieze wilde mannen. Is dit nou een typisch Nederlands Joods gerecht, koemoe met peren? Zoals die in Nederland gemaakt wordt wel, met meel. Want in het buitenland maken Joodse mensen het een zoete of een hartige koegel met pasta-achtige ingrediënten. Zoals lokshen noem je dat dan, met een goed Jiddisch woord. Nou, de peren moeten eerst in de pan. Die zet ik altijd eerst eventjes op, voordat de koegel erop gaat. Dit is de koegelpan van mijn moeder. Die is 60 jaar oud en die heeft een heel erg zwaar koegelleven achter de rug. Hier werd alleen koegel in gemaakt in deze pan. En die staat ook bij haar in een kast. En die haal ik altijd op als ik koegel met peren ga maken. Zo, nou de peertjes zijn klaar om opgezet te worden. Ik weet nooit precies hoeveel water ik erbij doe. De pan gaat nu vast op. Met wat kaneel. Ik doe er gewoon wat kaneel bij. Suiker. Basterdsuiker gebruik. Witte basterdsuiker gebruik ik daarvoor. Gaat de deksel erop. Dan gaat hij eerst eventjes op een wat groter pitje. Totdat het kookt. Dan gaat een pond bloem gebruik ik. Kilo zelfrijzend bakmeel. Ik doe de rozijntjes er vast bij. Geweldige rozijntjes. Ik pak nu de sucade trouwens. Die koop ik aan een stuk. Ik hou niet zo van die doosjes. Dit ziet er nog mooi groen uit. In onze familie hoort het bij Rosh Hashanah. Dus het is echt het Joodse nieuwjaar. Niet voor niets de periode dat stoofpeertjes in het seizoen zijn. Ja, dit is trouwens gehakte gember. Hè? Ik koop een kant-en-klein potje. Wij houden binnen de familie heel erg veel van gember, dus ik doe er erg veel in. Dan doe ik er nog een beetje gembersiroop bij. Wat wel belangrijk is, is als die stoofperen opstaan, is dat je even controleert of niks aanbakt. Dat zal wel niet, want er zit heel veel vocht bij. Maar toch altijd eventjes in je pan kijken tussendoor. De amandelen, dat is ook gewoon precies naar smaak. Dan doe ik er nog een heel klein beetje kaneel bij. Heel klein beetje, niet te veel. Want bij de peertjes zit al heel veel kaneel. Wat ik persoonlijk dan, tenminste, dat is voor een koegel heel belangrijk, is dat die, er moet water, lauw water bij gegoten worden. Zodat het een beetje trekkerig deeg gaat worden. En dat doe je beetje bij beetje. Dus niet meteen een heleboel, want anders dan kan die te nat worden. En dan moet je er weer een heleboel meel bij doen. En dat is, vind ik zelf zonde, want ik vind hem, hij wordt groot genoeg. Het wordt een koegel voor 40 personen, dit. Trekkerig, het is als het een beetje zo, als je er een beetje kauwgomachtig moet eruit zien. Zie, je kunt het een beetje zien hier zo, dat het van die draden worden. Dan is het goed. Dat is echt een kwestie van gevoel. Ik denk dat je wel zeker 10 koegels gemaakt moet hebben in je leven. Wil je het gevoel in je vingers krijgen. De finesses van de koegel. Want dit is iets wat je echt moet leren aldoende. Dan heb ik een krukje in de keuken staan voor de koegel. En dan leg ik een houten plankje op, want die pan die van het vuur komt, met die stoofpeertjes, die moet daarop. Dan staat hij te hoog. Ja, anders kan ik er niet bij. Zo, nu gaat de koegel. Die ga ik op de peren storten. Operatie Koegel. Nou moet ik hem eventjes een beetje verdelen. Dan gaat hij weer op het gas. Ik zet het ietsje hoger. En zodra ik het hoor pruttelen, gaat hij onmiddellijk laag. Zo, dan gaat de deksel erop. Over 10 minuten zet ik hem op de spaarbrander. En dan moet hij minimaal 5 uur staan. Ik blijf hem controleren dat hij niet aanbrandt. Maar zo kan hij veilig 5 uurtjes pruttelen.
En die moet lekker heel heet zijn. En er moet wel lekker een beetje genoeg sap bij zijn. En hij ruikt heel erg lekker. Ja, niet te zoet. Niet te droog. Heerlijk. Koeken met peren. Heerlijk.